Wil jij ook achter een draaitafel staan, de coolste mix maken of wel altijd DJ willen zijn? Blijf dan kijken, want Chattime ontmoet een coole DJ. Heet Sjoerd, hoe kom je aan je naam Soyano? De S is van Sjoerd, mijn voornaam, en de Griekse I is van Eipelaar, dat is mijn achternaam. En de rest hebben we eigenlijk een beetje verzonnen wat er cool bij was. En hoe kan je een goede DJ worden? Door heel veel te oefenen. Ik ben er elke dag mee bezig en vroeger ook. Dus elke dag oefenen, heel veel muziek luisteren, veel plaatjes draaien en kijken of je een keer ergens in een discotheek of op een kinderfeestje, op een bruiloft mag draaien. Dat je voor mensen kan draaien, of je dat leuk vindt. Zo moet je dat een beetje doen. Even laten zien hoe het hier werkt. Ja, dat kan ik zeker. Nou, dit zijn natuurlijk de boxen. Dat is het belangrijkste. Daar komt het geluid uit. En dit is een geluidskaart. En door dit kun je het geluid aanzetten, harder of uit. En dan hebben we hier natuurlijk de computer. Of de laptop. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Daar zitten alle geluidjes in en alle ideeën. En dan heb je hier een MIDI keyboard. Of ja, een keyboard, zo kun je het noemen. En daarmee kun je melodietjes spelen. Dus nu staat hij op een pianogeluid. En dan heb je, ja, je hebt allerlei geluiden. We hebben hier een... Dus hiermee kun je allerlei geluidjes inspelen. En dan, dit is het programma waarin ik werk. Dat heet Logic. En hiermee kun je dus echt een heel liedje componeren. Dus dan kun je... Dan hadden we net de piano. Hadden we. Een stukje. En die speelt dan een bepaalde noten af. Dat zijn dan akkoorden die je... Die kun je zelf inspelen. En als je dan allemaal laagjes bij elkaar doet, dus een gitaar er nog bij. En wat andere geluidjes die hier opkomen. Kun je allerlei geluidjes bij elkaar... verzamelen en een mooie stem erbij. En als je dat dan allemaal bij elkaar doet, dan krijg je echt een liedje. En wie is je voorbeeld in de DJ-wereld? Er zijn heel veel goede DJ's, maar toch vind ik Hartel en Chesto, omdat die natuurlijk ook uit Breda komen, vind ik wel twee hele coole DJ's. En waar hoop je over 5 jaar te draaien? Over 5 jaar? Dan hoop ik toch wel bijvoorbeeld in Amerika te draaien. Of op Tomorrowland, of op Sensation. Dus grote festivals. Ja. En heb je ook al eens een keer met DJ Hartwell opgetreden? Afgelopen september hebben wij samen afgesloten hier in Breda. Op de Grote Markt, tijdens de HBO Intro. Dat was heel erg leuk. En toen hebben we samen voor het eerst samen gedraaid. En heb je ook diploma's nodig om DJ te worden? Nee, je hebt geen diploma's nodig. Je hebt tegenwoordig wel heel veel DJ-scholen waar je les kan krijgen. En dan krijg je natuurlijk een diploma als je bepaalde cursussen hebt gehaald. Maar het is niet dat je echt per se een diploma nodig hebt om een DJ te worden. En wat is je muziekstijl? Mijn muziekstijl is progressive electro. Dat is een beetje wat je nu hoort. Dus met vocalen, met zangeressen of zangers. Mooie melodieën en er moet wel veel energie in zitten, want er moet natuurlijk wel op gedanst kunnen worden.
allemaal al geweest? Ik ben al op best wel veel plekken geweest. In veel landen in Europa. Dus in Spanje, in Italië, in België, in Frankrijk, in Turkije, Griekenland. En het laatste heel veel in Azië. Dus heel veel in China. Mogen wij ook een keer met chat zijn met z'n allen een keer mee? Oh. Nou, we kunnen misschien wat afspreken als ik binnenkort weer een keertje in Nederland draai. Dat jullie dan met z'n allen een keertje gezellig meegaan. Dat is wel heel gezellig. Ja, hè? Ja. Nou, bij deze spreken we dat af. Goed? Oké. En weet jij al of dat je DJ wil worden? Het is best een cool beroep. Maar weet je wat ook een cool beroep is? Reporter worden. Wil jij ook reporter worden? Ga dan snel naar www.chattime.nl en dan zie ik je daar. Doei!